12 jaar na de eerste initiatieven van het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname, SSFS, zijn er nog steeds geen stortingen gedaan. De brief om de regering te vragen de eerste storting te doen ligt klaar, maar SSFS-voorzitter Karel Eckhorst vraagt zich af of dat op dit moment wel wijs zou zijn. Eckhorst sprak gisteren bij de paneldiscussie Spaar- en Stabilisatiefonds, het geld van morgen, vandaag beheerd, van de Vereniging van Economisten VES. De wet is geschreven op basis van meer opbrengsten in valuta die zullen gaan naar een soeverein Wealth Funds Law, de zogenoemde wet voor staatsinvesteringsfondsen. Waar er echter geen rekening mee is gehouden, zijn de winsten van staatsolie uit GoTo die in SRD zijn. Dus ook daar zal je grote meer opbrengsten hebben die eigenlijk vanwege die wet geen opvang vinden in Sovereign Wealth Fund Law. Daarom hebben we in de wet ook een clausule opgenomen dat die middelen kunnen worden geparkeerd in een co-investment fund, nog bij wet op te zetten co-investeringsfonds. En dat fonds zal onder beheer vallen van de staat in de zin van in de wet zal dat ook worden opgenomen hoe de fondsen worden geëermaakt, dus bestemmingen. En die bestemmingen zullen te maken hebben met armoedebestrijding, beleidsgebieden zoals onderwijs, volksgezondheid, infrastructuur, noem maar op. Dat is dan het co-investeringsfonds. Ook is er meegenomen in het co-investeringsfonds dat het fonds 3 jaar lang zich mag vullen, maar daarna een revolverende werking moet hebben. Met staatsolie is ook besproken om een deel van de royalties te plaatsen in een co-investeringsfonds, in plaats van alles over te hevelen naar het staatsinvesteringsfonds in het buitenland. Eckhorst heeft ook als voorstel het bestuur uit te breiden met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals de IRIS en de Anton de Kom Universiteit van Suriname, om zo meer draagvlak te geven aan het fonds. Panellid en oud-VES-voorzitter Winston Ramotar Singh stelt zich op het standpunt dat sparen op dit moment af te raden is, omdat het geld maandelijks tussen de 2% en 4% in waarde daalt. Dan ben je toch een dief van je eigen portemonnee. Ik was 4 jaar ongeveer toen ik ook een spaarvarken kreeg. En toen stopte ik, elk geld dat ik op mijn verjaardag kreeg, stopte ik erin. Omdat ik wist dat je een jaar daarna nog evenveel ermee kon kopen. We hebben dit land van crisis naar crisis bestuurd. We hebben iedere keer weer geweigerd om te sparen voor moeilijke tijden. En toen er slechtere tijden aanbraken, waren we niet in staat om die waarde van die munt te behouden. We hebben verzaakt om iets aan de kant te zetten wat in alle culturen in Suriname een norm, een goede deugd is, om te zorgen voor de toekomst. Dat je kinderen het minder moeilijk hebben, meer kansen hebben dan jij hebt gehad hebt toen jij opgroeide. Tijdens de discussie was er vooral aandacht voor de vraag of het Spaar- en Stabilisatiefonds wel ooit daadwerkelijk zal werken.